Ayrton Senna is denk ik voor mij persoonlijk toch de meest complete Formule 1 coureur die we tot op heden gehad hebben. Inclusief het hele plaatje qua mens, qua uiterlijk, qua gevoel, qua prestaties. En uiteindelijk ook omdat hij in het harnas gestorven is qua mythische proporties. Hè. We hebben niet letterlijk en figuurlijk het achterste van de tong van hem kunnen zien omdat hij uiteindelijk in 1994 het leven liet. Maar ik zou wel diep en hartelijk wel heel graag willen zien of Schumacher nou echt 7 keer wereldkampioen geweest was als hij het in 6 van de 7 keer ook nog echt tegen Senna op had moeten nemen. Maar dat zullen we niet weten. Het is een prachtige coureur. Een man die heel aardig lijkt en was en kan zijn naast de baan. En die als het nodig was op de baan gewoon, ja, als je de concurrentie was, dan had je het soms lastig.